van de zender Het Gesprek. En die had dat gedacht. Vanaf aanstaande zondag heeft hij op Radio Decibel zijn eigen houseprogramma, Nights of Dance. En de house leerde hij pas 5 jaar geleden kennen samen met zijn vrouw. En sindsdien reizen ze de wereld rond voor feesten en DJ's. Ze zijn hier allebei, Ruud Hendricks en Annemieke van der Bast. Welkom. Dankjewel. 5 jaar geleden, je bent nu 50, Ruud, dat mag ik wel zeggen. Dus ja, sinds afgelopen woensdag. Ja, nou gefeliciteerd. Dank je. Dan ben je er dus laat aangekomen aan die housemuziek. Ja, ik ben van jongs af aan altijd gefascineerd geweest door muziek. Ik ben begonnen met Trini Lopez en geëindigd bij Metallica en alles wat er in de classic rock nakwam. Maar ik heb ook tussendoor heel hard gewerkt. Een avontuur hier, een avontuur daar. Begrijp ik. Mol, Sport 7, noem het maar op. Dus dan zijn er van die momenten in je leven dat je even ietsje minder tijd hebt voor de muziek. En, maar wat was de avond? Wat was de vonk? Want dat moet het geweest zijn. Ik zat destijds in het bestuur van Dance for Life. Geweldige, caritatieve organisatie. Het was een bestuursvergadering in de arena. Net op het moment dat daar Sensation ook plaatsvond. Ja, als dan om 22:00 s'avonds de eerste beat van Sensation begint en je ziet 30.000 mensen gelijktijdig in het wit gaan bewegen. Ja, dat is magisch. Zullen we even kijken hoe dat eruit ziet dan? Ja, laten we even jouw kijken. Moment? Ja. Ja, dit is Sensation. En ja, dat is heel massaal, hè? Ik wou het zeggen, en volgens mij, ik kan me dit voorstellen, dat je dit leuk vindt. Maar ik zou zeggen, thuis, na een dag hard werken, dat doe je nog wel eens. Ja. House opzetten? Ja, nou, heel vaak. Maar er zijn natuurlijk, heel veel soorten van wat over het algemeen door het grote publiek als house wordt gezien, maar eigenlijk dance is. House is een van de vele vormen van dance. Je hebt er echt verstand van gekregen. Jazeker, ik heb er wel even een studie van gemaakt. Ik hoor het. Maar het mooie van Sensation en van vooral de man die Sensation bedacht heeft, Duncan Stutterheim, is dat hij naast deze massale dingen ook Studio 80 op het Rembrandtplein hier in Amsterdam heeft gedaan. Maar juist veel kleiner, daar kunnen we geloof ik 530 mensen in. En intiemere housefeesten zijn voor, laat ik het zeggen, house-gevorderden. Ja, Annemieke, jullie hebben geld genoeg, dus dat geeft een luxe leven. En dan kan je dus de wereld over op zoek naar DJ's, want dat zijn natuurlijk de sterren in de house scene. En naar plekken als Ibiza en zo. Dat doen jullie, hè? Dat doen wij, ja. Voortdurend is de agenda, wordt er een blokje gezet? Nou, de afgelopen 2 jaar natuurlijk minder, omdat we samen het gesprek op hebben gezet. En dat heeft er wel ingehakt. Maar het is inderdaad zo, de eerste 3 jaar dat wij samen waren. En de house was voor mij net zo nieuw als dat voor Ruud was. Dat hebben we echt samen ontdekt. Zijn we echt van China tot Zuid-Afrika, LA, hebben we overal gedaan. Jullie gaven een heel openhartig interview in het Parool, een week of 6 geleden. Ja. Ik las bijna met rode oortjes, waarin jullie zeiden, we zijn helemaal in die house. En dan gaan we s'avonds slapen. Van 6 tot 12 gaan we gewoon naar bed, want we zijn natuurlijk hartstikke oud voor dit werk. Ja. 12 uur. Ik vind niet dat we hartstikke oud zijn, maar dit is... 12 uur worden we wakker, dan gaan we de hele nacht door. Dan komen we 's ochtends thuis, dan drinken we een fles wijn en dan gaan we in één keer door naar het Concertgebouw voor een prachtig concert. Ja. Het gebeurt niet altijd, dat gebeurt af en toe, maar dat is inderdaad... Wat is dat voor leven, man? Geweldig. Geweldig. Die fles wijn vooral, 's ochtends vroeg. Ja. En dan een beetje met zulke oogjes naar het Concertgebouw om Bernard Haitink te zien? Dat zijn 2 totaal verschillende werelden. Het is geweldig hoe je overloopt van de ene naar de andere. Hoe mensen 's ochtends helemaal fris en strak in het pak van de muziek genieten. Weet je maar wel? Nou, ik denk dat het ook wel een beetje tragisch is, omdat jullie... maar ik heb hetzelfde met Woodstock. Had ik wel mee willen maken, maar ik was toen 7. Ja. Dus dat kan niet. Dus je hebt het origineel heb je gemist. Dus het is eigenlijk een beetje surrogaat. Maar weet je, het mooie is juist dat ik vind dat je altijd open moet staan voor nieuwe vormen van muziek. Mijn grootste angst is dat ik ooit nog een keer zo'n trend ga missen. En de house, en trouwens ook alle andere vormen van muziek, blijven zich doorontwikkelen. Dus nee, we hebben het niet gemist. Dat is niet... De man waar jullie nou op zoek zijn en die jullie al een paar keer hebben bezocht, is Carl Cox. Dat is toch? Ja. Zeg ik het goed? Ja. Dat is de DJ, dat is de beste? Het is een kwestie van smaak natuurlijk. Ik bedoel, ik vind hem heel erg goed, Annemieke. Wat is goed? We gaan straks even naar hem luisteren. Wat is goed aan Carl Cox? Ja, Carl Cox is meer mijn ding. Dat pad wat je loopt in de house, dat begint met de huppelhouse. En dat is allemaal gezellig. Wat is huppelhouse? Huppelhouse is melodische house waar veel in gezongen wordt. En dat is vrolijk. En dat is... Techno, geen gabber. Dat is gewoon voor kinderen, begrijp ik, die huppelhouse. Nou, daar begin je mee. Ja. En dan kom je op een gegeven moment, als je dan voor gevorderde, dan kom je uiteindelijk terecht bij Carl Cox. Ja, nou, zoals dat is een afslag in de klassieke muziek begint met Vivaldi en een keertje eindigt bij Mahler. Zo begin je in de house met hele makkelijke meezingers. En nou, Carl Cox is niet zo ontzettend ingewikkeld, maar is wel ietsje gevorderd. Ik kan niet meer wachten. Hij is 47 trouwens, hè? Neem niet kwalijk.
En daar gaat hij. Hoeveel pillen moet je daarbij nemen per avond om, ja, dit leuk, ja, te vinden? Geen één, want als wij thuiskomen... Want je vroeg maar dan ben je echt de enige op de vloer, hè? Nee, ik denk dat 30... Dat is een schatting, ik ben geen expert, maar ik denk dat 30% moet eerlijk zijn. Iedereen neemt... Ik keur het helemaal niet af. Ik ben alleen nieuwsgierig hoe een Captain of Industry af en toe toch eens een pilletje neemt. Nee, kijk Matthijs, weet je, in de jaren 60 werd... Oké, genoeg. Heb je het geprobeerd? Heb je het wel geprobeerd? Mag ik even uitpraten? Ja. Werd muziek altijd geassocieerd met LSD. Tegenwoordig, als ik jou de top 2000 zie presenteren met Jimi Hendrix, denk ik niet onmiddellijk aan LSD. Ik hoop dat er een keer een moment komt dat dit soort interviews gemaakt kunnen worden over de house. Hou je dit zonder vol? Dat het over drugs gaat? Deze mensen staan... Ja, dit hou je heel erg goed vol als je zoals wij van tevoren gaat slapen en daarna uitgaat en onmiddellijk daarna, tenzij het Concertgebouworkest speelt, weer gaat slapen. Overigens, wat aardig is, een man als Cox die krijgt voor zo'n avondje draaien in Space op Ibiza, dat is het San Bernabeu van de house. En 30.000 euro. En dat is toevallig hetzelfde bedrag dat Bernard Haitink krijgt, heb ik me laten vertellen, als hij het Concertgebouworkest dirigeert. Dus wat je eigenlijk zegt, Ruud Hendricks, is dit zijn twee kunstenaars die op de gelijke hoogte staan. Het zou misschien kunnen. Carl Cox is een muzikant. Okay. Kijk, ik kan plaatjes draaien, maar hij is een muzikant. Hij maakt nieuwe muziek. Wij hebben hier aan de tafel een paar keer een wereldkampioen mogen ontvangen, namelijk Chesto. Ja. Bijvoorbeeld. Die is toch fantastisch, of niet? Ik hoor de naam helemaal niet, namelijk. Ik vind Tiësto, Armin van Buuren, die nu gekozen is tot populairste DJ van de wereld, heel erg goed. Ik vind het heel knap hoe ze op die plek zijn gekomen. Maar ik vind het... Kijk, dat is ook hele toegankelijke trance. En het is niet voor niets dat de populairste DJ van de wereld de afgelopen jaren... twee keer Armin, drie keer En trance vind jij alweer... Je bent alweer verder dan trance. Ja, ik vind techno, minimal, dat vind gaan ik hard. Erg lekker. Wij gaan heel we stampen, stampen lekker voort, maar we doen alles al redelijk snel. Okay. Maar zou je het nou niet één keer willen beleven zoals in 89, 90, 91 echt beleefd is, met pillen erin? Want zo is het... Nee, ik zou Mozart ook wel een keer willen zien dirigeren, maar die is helaas al dood. Ja, maar ik kijk als gewoon uit naar de dingen die gewoon die er nog allemaal komen gaan. Dus heb jij het in die tijd beleefd? Nee, het ging aan mij voorbij. Ik had er niet veel mee en ja, ik vind het nu beter. Want ik zie wel heel veel mensen die praten over die tijd en dat verheerlijken en dat hele beeld schetsen. Maar dat zijn mensen die het nu niet meer meemaken. Ik denk dat daar zeker een prachtig beeld omheen hangen. Maar dat zijn mensen die nu niet meer uitgaan en die nu niet weten... Zitten jullie als een plaatje thuis op? Ja. En gaan jullie dan dansen? Wij dansen elke dag. Elke dag? Ja. Want is het dansen eigenlijk? Het is meer recht omhoog? Nee, het is echt dansen. Wat? Het is echt dansen. Ja? We doen na de uitzending, niet in de uitzending. Nee, hoeft niet. Doen we een demonstratie. En dan gaat dus een dag? Ja, elke dag. Hugo. Niets mis met het is wel geluk waar we naar kijken. Nou, ze zitten wel heel dicht tegen elkaar aan. Ze geven elkaar ook schouderduwen. Dat is op bezoek van de floor manager ook. Hugo, is dat zo? Even checken. Ja, televisie zo? Nee, ik vind het heerlijk om te maar weet je wat we gaan doen? Jouw uitzending begint. Ja. De radioprogramma presenteren. Ja. Je bent gewoon weer een piraat. En als het goed gaat, we hebben op zaterdagavond op het gesprek een muziekavond. Als het lekker gaat de eerste 6 maanden, wil ik datzelfde programma ook op tv gaan doen. Oh ja. Als Harry de Winter het goed vindt. Om 4 uur 's nachts. Om 4 uur 's nachts? Ja. Prima tijd. Ja, want dan kom je net de club uit en dan trek je je fles wijn open. En dan even lekker. Is daar Hendricks. The Nights of Dance. Wat is je eerste plaat? Kondig je eerste plaat. De eerste plaat, welke camera? Nou ja, het is ja, oké. Okay. Eerste plaat, aanstaande zondagavond om 11 uur. We zitten het luisteren. Op Decibel in heel West-Nederland en een groot deel van Zuid-Nederland ontvangen wordt Hossa, Nicky B en Christian F in de Chris Soul remix. Heel belangrijk om de remix te noemen, want die platen komen meestal in 12. Maar doe het even wat zwoeler. Het is radio, we doen onze ogen dicht. Nou, dit was een beetje... Nee, het is 11 uur 's avonds. Dit was je moet wel een beetje wakker blijven. Ladies and gentlemen. Hoe heet die? The Nights of Dance. The Nights of Dance. Zondagavond, 11 uur. Ruud Hendricks. There he is. Misschien kan je me helpen. Is dit hem? Ja, dit is hem. Wat? En dan hoor je een beetje dit te doen, Matthijs. Nou, we krijgen nu les. Dat is interessant. Nu krijgen we echt les van Ruud. Je moet... Hugo, laat het echt doen. Even dit, hè. Het heeft iets militaristisch, toch? Dank voor jullie komst. Maar wij genoeg. Dat is het.